Mohamed Behandes, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, ja. Het jongste Kamerlid zelfs. Eén van de jongste. Eén van de jongste, ja. Precies. Nou, je hebt net een verhit debat gedaan op Habbo. Ja, hoe ging het? Ja, het is voor mij wel echt leuk om te zien en te ervaren hoeveel jongeren er zijn die zoveel vragen, maar ook heel scherp zijn over de politiek. Ja. En het is ook voor mij altijd een uitdaging om dat goed uit te leggen, zodat iedereen het begrijpt, zonder allerlei moeilijke woorden te gebruiken. Dus ik vond het de moeite waard en ik zou het zeker leuk vinden om dat nog een keer te gaan doen. Er kwamen heel veel vragen op je af, want ze waren super actief allemaal. Wat viel je op aan de vraag? Was het een vraag die er echt uitstak van, goh, wat dat ze met zo'n onderwerp aankomen zitten? Ja, hoe is de verhouding met de VVD, ja? De partij met die we nu samenwerken? Dat was ja, in het kabinet. Ja, ja en de zorgpremie, dus allerlei dingen. Dat dacht ik, nou, betrokken, scherp. Mm-hmm. Nee, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat ze heel erg gingen over de persoon. En de meeste gingen daar ook over. Maar het was wel echt interessant om te zien dat ze er echt over hebben nagedacht. Dat ja. Vind ik alleen maar leuk. Ja, en kon je een beetje uit de voeten met de antwoorden die je zelf gaf en de reacties weer? Ja, zeker. Ja, soms moet je er even over nadenken. Van hoe kan ik dit op een goede manier uitleggen, zodat iedereen het begrijpt. Maar ik kon er meestal wel mee uit de voeten. En het houdt me ook weer heel scherp. Als het gaat om heel veel debatten die gaan komen. Dus het inspireert en het is alleen maar leuk om te doen. Nou, te gek. En ja, je toekomstige achterban, want volgens mij moet je nog een paar jaar mee met de politiek als jongen. Precies. Ja. En wat ik de jongeren wil meegeven is dat, nou goed, sommigen die vroegen dat ook toen ik zei ik ben op mijn 17e begonnen. Ook echt laten zien van als je dat graag wilt, dan kan dat ook. Dus word vooral lid van een politiek jongerenpartij, maakt niet uit welke partij. Als je maar actief en betrokken raakt, dan komt het helemaal goed. Oké, okay. Nou je hoort het. Actief worden, maakt niet uit welke politieke partij, maar in ieder geval ook volgende week naar het allerlaatste Habbo-debat. Zie je dan.